mogen weer los. Meters maken. En dit keer wederom de Westfriese dijk. Ik vind hem zo mooi, ik wil hem zo graag laten zien. Ik denk dat ik stiekem een beetje verliefd ben op deze dijk. Die wielen. Fantastisch met deze auto. Maar ook op de lopen. En de rust te ervaren. Daar de schorrels van duinen. Petten. Met een fantastisch mooi strand. Schagen om de hoek. Warme huizen. Dorpen met comfort en voorzieningen. Maar er zijn ook van die plekjes waar u nog nooit van gehoord hebt. Van die kleine gehuchtjes waar in dit geval 356 mensen wonen. Wegen tekort om elke dag met iemand anders te praten. We gaan de dijk af, het oude land op, daar de bollen en hier een hele rijke biologische teelt. Daar staat deze omgeving bekend op. Een pareltje, een plekje waar u nog nooit van gehoord heeft. Maar het ligt super centraal. 5 kilometer van het strand, Schagen, schorrel, bergen, warme huizen. Dit huis is voor een autoliefhebber. Oh. Zo'n auto is verwennerij, dus dan moet je auto zelf natuurlijk ook verwennen. 2 garages, daar ook een dubbele garage. Fantastisch mooi perceel aan het lint. Wat een ruimte en wat een rust. We gaan straks nog even het bijgebouw bekijken. We gaan eerst naar binnen. Naar binnen? We gaan helemaal niet naar binnen. Eens kijken. De tuin, daar heeft hier vroeger trouwens een huisje gestaan, dus mocht u nog de ambitie hebben, er is nog een extra bouwblok. Eigenlijk zijn er 3 huizen. Eigenlijk is geen woord. 1, 2, 3. Onze woningen hebben vaak een stukje uitleg nodig. Zo ook deze. 1700 kuub gebouw. Hier bij binnenkomst ervaart u het al. Ruimte, de connectie naar het kantoor, de dubbele garage en hierboven een aantal slaapkamers, de bijkeuken en daar het hoofdgebouw. Soms droom je als kind om in een landhuis te wonen, een beetje Engels gevoel. Mooie balkjes in het zicht, een vrije keuken, licht, ramen tot beneden, tuingericht en hier een toegang naar een hele ruime slaapkamer en een badkamer, 2. En Koen, maak jij boven zo nog even wat losse shots? Hier de woonkamer, mooie open haard. Connectie weer met de tuin, mooie open haard buiten. En je loopt zo weer de keuken in. Ja, sorry Koen, ik ga me er toch weer even mee bemoeien, want ook hier wat toelichting. 2 fraaie slaapkamers en een recent gerenoveerde badkamer. Alles beton, vloerverwarming, degelijk en comfort. Zo, het hoofdgebouw gezien. Hier nog een mooie connectie met buiten, gaan we straks bekijken. Eerst nog even deze vleugel. Aangekomen in het tweede huis. Dan heb je natuurlijk ruimte voor een herenkamer. Er is hier heel veel ruimte. Boven nog 2 slaapkamers en een badkamer, grote garage. Kijk voor meer details, de plattegrond en de foto's bij ons op de site. Nu nog even buiten en het guesthouse. Privacy alom. Het perceel bevindt zich op 2400 meter grond. Hele mooie beukenhagen. De laatste jaren is er nog heel veel onderhoud aan het huis gepleegd, waaronder de goten vernieuwd. Hier ervaar je pas de privacy en de rust. Mooie beukenhagen. Overigens voor de paardenliefhebber nog wel wat interessants. Hierachter een mooie manege met de binnenbak. Mooi dichtbij. Nu nog even bijgebouw. Of misschien beter gezegd, guesthouse. Want ook die is groter als u verwacht. Dubbele garage, aparte entree. En hier, kleine kitchenary, sanitair. En boven, wie verwacht dit nou? Gewoon hier, een compleet guesthouse. Of een bed and breakfast. Je ouders bij huis. Een compleet gebouw, 144 vierkante meter woonoppervlak. Het is een compleet huis, gaat maar eens bouwen. Dan denk je een klein keldertje, nee, ook hier ruimte. Of ruimte voor wat hobby's, niet normaal. Een echt familiehuis, dat gevoel krijg ik zeker. Mooie zonnetje erbij, ik ruik de kust. En ik ruik ook een beetje kopers. Misschien bent u het wel, of tegen iemand waarvan u denkt dat het er kan zijn. Tot dan.